5, 4, 2, 1, De Zonnehuisgroep Vlaardingen opende feestelijke nieuwe brasserie op de locatie Drieënhuizen Zuid. De brasserie is vanaf nu ook in de avond geopend, waardoor bewoners van de Zonnehuisgroep, maar ook juist de bewoners van omliggende complexen, hier kunnen komen eten en elkaar ontmoeten. Je hoopt eigenlijk dat de mensen zo lang en zo vitaal en zo gezond mogelijk kunnen thuis wonen. Dat doen we met elkaar, dus met de bewoners. En dat is wat ik echt hoop, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, niet eenzaam zijn, maar achter de deur vandaan. Aankomen, van buiten naar binnen halen, zodat mensen hier komen, maar ook ja, elkaar gewoon kunnen ontmoeten, dat je een gemeenschap bent. Dat is het. Ineke Rietdijk woont in een aanleunwoning in een van de omliggende complexen en mocht het lint doorknippen. 6 jaar geleden richtte zij een sociale burengroep op. De voordeuren hier zijn dicht, dus ze hebben geen galerij meer, geen tuintje meer, al dat soort dingen waarmee ze eigenlijk altijd een sociaal leven hadden. En nu trek ik die mensen achter die deur vandaan door een bakje koffie te schenken en een spelletje met ze te doen. Ja, dat zijn alleen maar winstpunten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die worden ouder, wonen thuis, hebben niet altijd familie of vrienden. Je wil eigenlijk zorgen dat hun netwerk om hun heen wordt versterkt. En het kunnen dus ook buren zijn, het kunnen mantelzorgers zijn, vrijwilligers. Daar richten we ons op. En dat doen we samen met de bewoners, maar ook met partners gaan we samenwerken. Dus we gaan met welzijnsorganisaties ook deze beweging proberen te maken. Dus een gemeenschap bouwen hier bij Park Drieënhuizen. We hebben hier natuurlijk al heel wat meegemaakt. De coronaperiode, dat alles weer op slot ging. Dat ik mensen hier met een telefoon voor het raam, met de familie aan de andere kant van het raam met een telefoon zag zitten. Dat ik dacht van, oh jongens, wanneer mag het weer open? En dan weet je, dan waardeer je eigenlijk elke stap die nu gezet wordt, des te meer. Dus dat begon met het lunchcafé en de bingo en dat soort activiteiten. Ja, en nu het eten. Ja, dat is geweldig.